Hoi Simmers, Kim Puls hier en welkom op mijn kanaal. En ja, het is weer zover. Het is weer de tijd voor het Eurovisie Songfestival. Iets wat ik echt al sinds kleins af aan af kijk. En dan is het dus ook weer tijd om een sim te maken voor het Eurovisie Songfestival. Ik heb dat 2 jaar geleden al gedaan. Ja, toen zat ik nog niet op YouTube, maar toen heb ik wel Douwe Bob nagemaakt en Laura Tesoro voor België. Die staan ook op de galerij, dus je kunt ze gewoon downloaden. En vorig jaar, ja, toen had ik dus wel mijn YouTube kanaal, dus toen ben ik ook het gaan filmen hoe ik de meiden van OG toen heb nagemaakt. En toen kwam ik er toch wel achter dat het best wel lastig is om iemand na te maken. En ik moet zeggen dat ik Shelly het meest geluk vond. Maar ja, het is toch een uitdaging. Want je wil toch dat als je die sim ziet, dat je eigenlijk gewoon meteen weet zo van, dat is die. Of dat nu met Waylon, want Waylon gaat natuurlijk voor Nederland naar Portugal voor het Eurovisie Songfestival. Ja, of dat met Waylon ook goed gaat lukken, dat wil ik graag van jullie weten. Of jullie meteen iets denken van, kijk, we zijn nu nog bezig met het gezicht. Maar of je op een gegeven moment denkt, nou, het lijkt wel. Ik moet zelf zeggen, ik vind bepaalde onderdelen van het gezicht erg goed gelukt. Vooral profiel, dat is zeg maar als je van de zijkant naar iemand kijkt, hoe zeg maar het voorhoofd loopt en de neus en zo. Dat vind ik wel aardig goed gelukt. Het lastige vind ik toch die ogen. Je ziet me nu ook elke keer weer teruggaan naar die ogen. Toch weer wat dingetjes veranderen. Dan ga ik later even naar de neus of de mond of zo. Ga ik weer terug naar die ogen. Ja, dat is toch een bepaalde blik. Iemand heeft een bepaalde, een bepaalde oogvorm, oogkleur, maar ook een bepaalde blik. En vooral die blik is gewoon heel lastig om in de Sims goed na te maken. Maar ik hoop wel dat het gezicht toch wel een beetje de goede kant op gaat. En dat het op Waylon gaat lijken. En hij moet dus donderdag spelen in de tweede halve finale. Maar vanavond is België in de eerste halve finale. En normaal gesproken luister ik elk jaar het liedje van Nederland, het liedje van België. En voor de rest laat ik me gewoon verrassen tijdens die twee halve finales. Maar dit jaar is het een beetje anders gegaan. Ik heb het liedje van België nog niet gehoord, dus ik ben heel benieuwd. Ik ga vanavond kijken en dan laat ik me dus ook verrassen. Maar ik heb wel een aantal andere liedjes gehoord, want er zijn een aantal sign dancers, dus tolkgebarentaal, maar ook doof en slechthorende, die dus hun handen ineen hebben geslagen en al een hele hoop liedjes van het Songfestival hebben omgezet in gebarentaal. Dus sign dance is dat dan. Ze gaan ook alle drie de Songfestival uitzendingen livestreamen op internet. Dus als je dat interessant vindt, je bent nieuwsgierig, kijk dan vooral op de Facebookpagina Muziektalk hoort erbij. Ik ga dat vanavond ook doen. Dan zet ik mijn televisie aan en dan zet ik mijn laptop op een krukje erbij. Want dan moet je de livestream op stil zetten. En dan kan je gewoon televisie kijken met geluid. En dan op de livestream kan ik dus de getolkte versie zien. Dus dat lijkt me erg interessant. Maar ja, hier dus nu het gezicht van Waylon. En zullen we eens wat kleding gaan aantrekken? Wat mij een beetje opgevallen is qua de kleding van Waylon is dat hij heel veel met laagjes werkt. Dus dit soort dingen. Weet je wel, een jasje en dan iets eronder. Ik heb ook een foto gezien met dit. Maar ik wil toch wat meer de soere kant op. Want het is natuurlijk het liedjes Outlaw in hem. Dus we hebben de outfit al gezien wat natuurlijk een panterprint was of zo. Ik weet niet meer. In ieder geval een dierenprint. Ik weet alleen niet of die er ook... Die zit er waarschijnlijk niet bij. In The Sims 4. Oeh, dit zou wel heel goed passen. Nee, dit is te tuttig, denk ik. Ik weet niet. Een jasje is wel cool. Sowieso, die lagen met die ketting is op zich ook wel cool. Maar ik vind die mouwtjes die hier onderuit komen niet echt passen. Ja, die outfit wordt denk ik wel een uitdaging. Ik denk dat ik me gewoon een beetje ga mixen met wat ik gezien heb qua wat hij wel op foto's, zeg maar, wat hij aan heeft met optredens. We hebben natuurlijk de Songfestival outfit al kunnen zien op televisie. Hij heeft ook nog wat persmomenten gehad de afgelopen tijd. En daar had hij toch wel heel vaak jasjes aan. Oeh. Met bloesjes of shirts eronder. Dus ik denk dat ik toch zoiets ga doen. Een beetje een stoere kant op, want het is natuurlijk Outlaw in hem. Ook al heeft hij heeft ook wel eens dit soort jasjes aan, keurige jasjes. En als er iets is met een print, dan is dat natuurlijk wel super, want ja, hij gaat toch met een print. Volgens mij had ik dit met Double Bob gedaan, ik weet niet meer. Nou, het is wel een print, maar het is niet echt een stoere print. Het jasje is wel wat langer. Ja, ik denk dat ik toch wel richting het zwart wil gaan. Want het jasje is dan niet zwart wat hij gaat aantrekken bij het Songfestival. Maar
heel veel andere dingen die ik gezien heb, is toch wel vaak zwart. Maar ik weet niet of ik iets ga vinden bij de volledige outfit waarvan ik denk, dat is het. Dit is wel de juiste lengte. Maar het is niet echt stoer. Nee, sorry. Oh, wacht, deze had ik bij Douwe Bob aangedaan. Ha. Nee, dit is niks voor Waylon, voor deze sim dan. Nou, ik denk dat ik gewoon voor tops ga kijken. En ja. Of misschien een blouse alleen. Dit zou ik hem wel zien. Ik doe hem even een broek erbij aan. Even snel. Dit vind ik op zich al bij hem passen. Even kijken. Ja. Wat vinden jullie trouwens van het liedje? Ik moet zeggen, ik vind het best wel een tof liedje. Het is niet helemaal mijn muzieksmaak, maar voor het Eurovisie Songfestival, ik denk dat het wel op zal vallen. Want je hebt natuurlijk heel veel beetje popdance-achtige dingetjes. Je hebt heel veel van die dramatische ballads altijd. En dan een lied als dit zal wel echt opvallen. En dan moet het natuurlijk ook wel een goede positie hebben in de ranglijst qua volgorde van optredens. Dat was met Douwe Bob toen zo jammer. Dan had hij echt zo'n liedje om even bij te komen van al dat circus. Maar toen werd zijn nummer al heel vroeg. Ja, hij moest dan al heel vroeg optreden. Dat was echt zonde. Het is te netjes. Maar ja, ik vind het liedje wel leuk. Er is wel veel commotie om die dansers. Maar ik vond het wel tof dat Waylon toen in een interview uitlegde dat die type dans de outlaw in dance is of zo. Dus dat vond ik wel goed. Ja, tof. Ja, tof idee om dat toe te voegen dan. Hoe dat uiteindelijk eruit gaat zien op televisie, dat moeten we donderdag natuurlijk zien. Daar ben ik wel benieuwd naar. Ondertussen ben ik nog steeds bezig met die tops. Wat gaan we aantrekken? Oeh. Misschien dat ik toch gewoon die ga doen. Die houden we even als backup. Dit is weer heel stoer. Hallo, ik zei klik. Ja, dank je. En dit is weer een trui. Dan heb ik liever een blouse of een shirt eronder. Dit is... Kijk, hier. Kijk, ik heb niet heel erg dat ik... In de Sims 3 had je natuurlijk dat kleurenwiel. En je kon al die printjes kon je allemaal bewerken en zo. En ik maakte daar niet heel veel gebruik van. Want mijn computer kon dat gewoon niet aan. Maar dit is toch wel een moment dat ik denk... Oh, ik mis het. Oh, deze is ook wel leuk. Die hou ik ook even in gedachten. Deze. Volgens mij zou die zoiets wel dragen. Kijk, die outlaw in een optreden outfit, dat ga ik sowieso niet vinden. Want volgens mij zit er geen... Kijk, we hebben een Dalmatia print, maar volgens mij hebben we geen panter print. Deze hou ik trouwens ook even apart. Dus ik denk dat ik gewoon een beetje moet nadenken wat op zich zou kunnen passen. Ook als outfit voor het nummer, maar ook iets wat hij wel eens in het verleden ook heeft aangehad. Ik denk dat dit is te netjes. Nu zou ik dit zou ik wel heel tof vinden. Dan zou ik het shirt zwart willen maken. En dan dat jasje dus in die panten print. En dan mis ik nu wel echt die opties die je met de Sims 3 had. Dat je dus van alles kon bewerken. Ja, het is geen pantenprint. Wel blokjes. Dan zou eigenlijk het shirt zwart moeten. Dan kom je het meest in de buurt. Oeh. Nee, ik weet niet. Oh, lastig, lastig. Haha. Ik denk dat ik gewoon uit die drie die ik al heb, dat ik daar gewoon iets moet uitkiezen.
Dit is ook te netjes. Ja. Nou, ik... Of... Oeh. Dit is op zich wel cool. Misschien dat ik deze doe. En dan expres met deze kleur, omdat dat een beetje het kleur van zijn jasje is die hij aan heeft. Ook al is dat meer zo'n net jasje, alleen al wat langer. Hij heeft ook wel eens een keer volgens mij met een leren jas. Volgens mij, ja, ik heb vlak voordat ik dit ging opnemen nog even snel naar outfits gekeken. Volgens mij zag ik ook iets met een leren jas, die was dan wel helemaal zwart. Maar ik vind dit wel tof. Maar hier heeft hij een zwart shirt aan, dat is ook weer zo. Dat is wel beter, maar deze heeft de kleur van het jasje. Het is alleen denk ik net iets te grof, zou ik zeggen, zelf persoonlijk. Maar aan de andere kant, het liedje is Outlaw in hem, dus het past wel bij het nummer. Even kijken voor een broek, want volgens mij heeft hij een leerbroek aan. Nou weet ik wel dat met de Sims 4 vampieren dat je... Of weer op deze natuurlijk. Dus die komt wel heel hoog. En we hebben deze. In het zwart. Dit vind ik wel tof. En dit is dan met dat patroon erop. Maar dan zou ik eerder voor deze gaan. Ja, voor de rest zijn het allemaal stoffen broeken. Even snel kijken. Nee, ik vind dit wel een hele goede broek eigenlijk. Even toch nog kijken naar die andere tops hoor. Tops. Ja, dit blijft ook gewoon een toffe outfit. Nee, ik vind 4 dan leuker. Dit is dan te braaf. Nee, ik ga voor 4. Dus deze mogen weg. Dit wordt dus nu de outfit. Ja. Ik ga geen decoratie om de arm doen, want dat zie je toch niet. Schoenen. Zo gewoon iets zwarts. Wacht, dan zet ik hem ook even op zwart. Waar staat dat? Daar. Die staan wel tof. Alleen jammer is dat hij natuurlijk een cowboyhoed draagt. Nou hebben we wel... Hebben we deze. Maar die komt niet in het zwart. En we hebben deze van Jungle Avonturen. Ja, helemaal bij de outfit past het ook niet. Maar het is wel Welen dit. Behalve het strikje dan wat hier zit. Dat heeft hij natuurlijk niet. Maar dat kan ik niet weghalen. Zo is die hoed van de Sims hier gewoon. Ja, voor de rest. Of deze hebben we ook nog. Oh, komt dit meer op mij over als journalist? Of deze. Maar dit is denk ik te cowboy voor deze outfit. Die heeft streepjes. Nee, deze. Nou. Dus als je met Waylon in The Sims 4 wilt spelen, hij staat op de galerij. Laat me weten wat jij van hem vindt. Vind je hem goed gelukt? Vind je de outfitkeuze goed gelukt? De hoed erbij goed gelukt? Laat me ook weten wat je natuurlijk van Welen zelf vindt. En het optreden en de dansers en zo. Ben ik ook benieuwd naar. En ga je kijken. Ik ga vanavond kijken. Succes voor België. Donderdag succes voor Welen. Ja, dan hopen dat we allebei, België en Nederland, naar de finale mogen op zaterdag. Zou wel tof zijn. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Want dan weet je natuurlijk weer wanneer de nieuwe video's online komen. En je kunt me ook volgen op social media. Ik heb Facebook, Twitter en Instagram. Je vindt de links in de beschrijving. Dus ook daar kan je dan mij volgen. En dan zie ik jullie weer bij een volgende video. Doeg!
Thank you.